We zijn dit weekend wakker geworden uit een vreselijke nachtmerrie. Helaas, de realiteit die zich op een paar honderd kilometer hier vandaan heeft afgespeeld. De afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs. We praten met twee Kamerleden die zich hebben toegelegd op radicalisering. Het hele weekend te bekijken in de Lus op Actua TV. Dag dames en heren, bij mij aan tafel zitten Hans Bonte, Kamerlid voor de SPA en burgemeester van Vilvoorde. En aan de andere kant Koen Metsu, N-VA parlementslid en burgemeester van Edegem. Heren, allebei welkom in deze studio. Ja, meneer Bonte, nu maandag gaat u naar Straatsburg en het lijkt wel of de feiten u ingehaald hebben. Ik heb het over de reden van uw vertrek naar Straatsburg. Het is effectief zo dat ik maanden terug toegezegd heb om deel te nemen aan discussies rond terrorisme en internationaal islamitisch terrorisme. Dat gaat door in Straatsburg onder het initiatief of op het initiatief van de Raad van Europa. Maar ik weet niet of dat nog gaat doorgaan met de gebeurtenissen van gisteravond. Weet ik niet of men zal oordelen dat het moet verder gezet worden dan wel verplaatst worden. Ja, of de nood net aangetoond is om het toch te laten doorgaan. Ja, dat de nood er is, dat is evident. Dat wisten we eigenlijk ook al voor. Dat wisten we inderdaad in. We zijn de voorbije maanden voor een stuk in Hans West-Europa in de greep geraakt van terrorisme. Terrorisme die voor een groot stuk ook vanuit IS-kringen gestuurd wordt, blijkbaar. Maar terrorisme van het lafste niveau dat er ooit geweest is. Mm-hmm. Want het heeft puur tot gevolg om samenlevingen te destabiliseren door puur angst te creëren. Zoals gisteren in Parijs. Dat is de overtreffende trap van lafhartigheid. Want ja, je treft mensen die een pint drinken op een terras. Je probeert mensen te treffen die naar het voetbal gaan. Je probeert mensen te treffen die naar een concert gaan. Dus alles wat plezant is, moet blijkbaar met geweld gebannen worden. En dus gelijktijdig daardoor ook veel, vooral jonge mensen, de ganse samenlevingen, te doorspekken met angst en met vrees. En dus, dat is natuurlijk ellendig om dat vast te stellen. Koen Metsu, ook voor u. U gaat dinsdag naar Parijs. Ook een colloquium anti-terreur. Ook bij u lijkt het wel of u ingehaald wordt door de feiten. Nu, na de aanslag op Charlie Hebdo, ook al in Parijs, schreef u op uw blog: 20 jaar geleden kon ik me nog troosten met de gedachte dat Bagdad Europa niet is. En dat uw dochter zou troosten met het feit dat Parijs Brussel nog niet is. Gaat u haar dat opnieuw zeggen? Dat is een ongelooflijk moeilijke boodschap, hè, die je moet brengen. Ik kan u eerlijk zeggen, gisteravond kreeg ik een sms binnen: aanslagen in Parijs. En wat dan door uw hoofd en uw emotie gaat, dat is onbeschrijfelijk. Dat was nota bene bij iedereen, zo denk ik. En mijn eerste reflex was: het is toch weer niet het geval. Mm-hmm. Het is toch weer niet het geval. En helaas word je dan geconfronteerd met feiten die nog hallucinanter waren dan in januari van dit jaar. Want dit zijn gruweldaden, hè. Dit is lafheid tout court. En ik begin mij stilaan zorgen te maken dat het niet zomaar at random is. Maar dat dit een heuse strategie is. Als ik voor mijzelf de oefening maak: wat is er de afgelopen maanden gebeurd? De Arabische landen, die niet zozeer pro-kalifaat zijn, die worden getroffen recht in hun hart. Namelijk de toeristische sector wordt daar volledig neergeknald, letterlijk. En als we dan gaan kijken hier naar ons westerse midden, wij worden ook geraakt in dat hart. Namelijk effectief tijdens een concert of op restaurant of weet ik veel. En dat gaat er bij mij niet meer in. Mm-hmm. Nu, je zou kunnen denken, we zitten in een West-Europees land. En u zei het al, u kon zich vroeger nog troosten met het idee: dit is Bagdad niet. Parijs is een West-Europees land. Is de context Parijs vergelijkbaar met andere Europese hoofdsteden? Ik denk aan Brussel. Wel, ik denk dat we effectief moeten inzien dat dergelijke laffe aanslagen overal in de wereld kunnen gebeuren. Dus in Parijs, maar kan evengoed in Brussel gebeuren, kan evengoed in Amsterdam gebeuren. Dus we moeten dat inzien. Het is ook ooit al gebeurd in Londen, in Madrid. Ja, maar laat ons niet vergeten dat we ook in deze stad, in onze hoofdstad, aan het Joods Museum, ook al aanslagen gekend hebben. Dus het ene wat je kunt uit afleiden is dat men effectief doelbewust terreur zaait. Meestal in hoofdsteden, in belangrijke steden. Dus men doet dat niet in
In poolkapellen, bij manier van spreken. Dus het zijn altijd in grote steden dat men probeert te treffen. U bent burgemeester van de stad Vilvoorde, met ook evenementen op uw grondgebied. Bent u nu alerter? Ik denk bijvoorbeeld binnenkort Rode Neuzendag van VTM. Heel veel mensen die daar verwacht worden. Gaat u iets doen? Wel, het is effectief zo dat we ook in navolging trouwens van richtlijnen die er nu komen, zeer nauwgezet proberen op te volgen datgene wat moet opgevolgd worden. Dus u weet dat ik al langer pleitbezorger ben van de stelling dat het vooral op het lokale niveau is, dicht bij de activiteiten, dicht bij de mensen, dat men maximaal toezicht moet houden, maximaal controle moet doen. Dit komt nu natuurlijk zeer ongelegen, omdat aanslagen op een voetbalmatch, aanslagen op een concert, aanslagen op een terras, dat vindt overal plaats. Dus met andere woorden, de verwachtingen van de samenleving zullen nu effectief zijn dat overal ook op die evenementen toezicht komt. Dus, gaat u iets doen? We gaan absoluut iets doen. Dus het is zo dat we effectief controles overal... Verscherpte veiligheid. Verscherpte veiligheid. Maar u gaat het nog niet meteen verbieden ofzo? Ik denk dat is altijd een afweging wat je moet doen. Ja. Als je verbiedt, geef je wel zeer gemakkelijk toe aan datgene wat terroristen voor ogen hebben. Ja. Anderzijds moet je inderdaad wel maximaal verzekerd van zijn dat alles in een veilige omgeving kan gebeuren. Ja. Nu, die context, vindt u hem vergelijkbaar? Die Parijse context vergeleken met ons land bijvoorbeeld? Goh, ik onderschrijf wel wat meneer Bonten ook zegt. Hè. Er is een schrijven geweest ook van Binnenlandse Zaken. Gericht aan de lokale politie van jongens, wees alsjeblieft toch een beetje alerter op bepaalde evenementen, maar dit zonder paniekzaaierij. Mm-hmm. Dat kan niet de bedoeling zijn dat we ons nu allemaal gaan opsluiten. Ik denk één, dat dan de verkeerde partij ook gewonnen heeft. En twee, en dat is mijn mening, dat het vandaag de dag... Voilà. En dat het bij ons ook nog niet nodig is. Ja. Ik denk wel dat de maatschappelijke context ergens vergelijkbaar is. Parijs is op 3 uurtjes rijden van onze hoofdstad. Dus als het daar kan gebeuren, denk ik dat wij best alert en op onze hoede zijn om ons daar tegen te wapenen. Ja, nu die aanslagen in Parijs van gisteravond, van vrijdagavond, zijn opgeëist door IS, Islamitische Staat, die ook hier in ons land jongeren recruteert. Onder meer in uw stad, Hans Bonten, Vilvoorde, jongeren die radicaliseren, dat proces stoppen, is dat op zijn minst een deel van de oplossing? Wel, ik denk, en ik ben het helemaal eens, als de minister van Binnenlandse Zaken ooit gezegd heeft van een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we moeten wel met z'n allen ervoor zorgen dat die risico's zo beperkt mogelijk worden. En effectief radicaliserende jongeren of mensen die terugkeren, die we ook kennen, die moeten we zeer nauwgezet in de gaten houden en daar moet zeer nauwgezet op gewerkt worden. En ik ga hout vasthouden, het laatste anderhalf jaar is er in mijn stad geen nieuwe radicalisering gezien en is er ook niemand meer vertrokken. En ik hoop dat we dat zo kunnen houden. Waar ik mij meer zorgen over maak is dat als Vilvoorde zijn huiswerk doet en Mechelen doet zijn huiswerk en Antwerpen probeert zijn huiswerk te doen, dan heb je samenleving niet volledig beschermd als je ook in de rest niet eens doet. En mijn grote zorg gaat vooral uit naar de hoofdstad en dus naar Brussel. Naar Brussel. En dus goed wetende dat, en u kunt het opsommen, de terreuraanslagen, de meest dramatische terreuraanslagen, altijd in hoofdsteden gebeurt, in grote steden gebeurt. Dan moeten we toch, en ik wil daar geen polemiek rond voeren, want ik denk dat we in een situatie zitten waar we partijpolitiek niet moeten proberen te scoren of de anderen in de gracht te rijden, maar ik denk dat we wel met z'n allen moeten inzien dat we ons organisatie, ons veiligheidsorganisatie in de hoofdstad op poten moeten zetten. Nu, wat dat betreft lees ik in een artikel waarin u aan het woord komt. Ja, het veiligheidsbeleid in Brussel is te versnipperd. Hè? 19 burgemeesters, 6 politiezones, is bekend. Ja, daar iets aan veranderen kost natuurlijk tijd. Ik ben het daar niet mee eens. Dus als je dit in het buitenland gaat uitleggen, dat onze hoofdstad bestaat uit 19 burgemeesters die bestuurlijke en politionele bevoegdheid dragen, met daarnaast nog eens 6 politiezones, dan is dat de organisatie van het risico. Het is niet de organisatie van het veiligheid, dat is de organisatie van het risico. Want ik maak het ook mee, en ik heb het ook al verschillende keren onder de aandacht gebracht, dat er toch wel merkwaardig veel linken zijn als er aanslagen in Europa naar Brussel. Ja. Ik zie ook mensen radicaliseren in mijn omgeving die de vlucht nemen naar Brussel. De anonimiteit gaan opzoeken? De anonimiteit, ook voor een stuk
nooit gecontroleerd worden in bepaalde wijken. En dus gemakkelijk zich verplaatsen van de ene wijk naar de andere. Dus met andere woorden, de integrale veiligheidszorg die ons land nodig heeft om die risico's te beperken, die is bijna theoretisch onmogelijk in de hoofdstad. Het moet meer gecentraliseerd worden. En het vergt geen grondwetswijziging, wat men daar ook over zegt. Het vergt geen grondwetswijziging, het vergt geen lange discussies om bevoegdheidspakketten enzovoort. Brussel, het Brussels hoofdstedelijk gewest, is bevoegd voor zijn veiligheidsbeleid, voor zijn lokale besturen. Ik denk dat het echt nodig is dat daar een grotere eenvormigheid komt, dat in zaken veiligheid men het beleid op het niveau van het gewest brengt, ook op vlak van de politiezorg, het niveau van het gewest brengt, zodoende dat je een goed gedeconcentreerd politioneel beleid in alle wijken kunt voeren die geïntegreerd werkt. Ja. Bent u daarmee eens? Want uw partijgenoten in het Brussels parlement, die hameren daar ook op. Hè. Het is te versnipperd. 6 politiezones, dat werkt niet goed genoeg om fenomenen van radicalisering tegen te gaan? Ik denk dat dat niet de enige reden is, maar ik beaam dat ook wel. Nu, ik denk dat die lokale voeling zeer belangrijk is. Ik ben niet de burgemeester van een grootstad. Eigenlijk van een charmante gemeente in de zuidrand van Antwerpen. Ook wij zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met radicalisering. Het feit dat bijvoorbeeld, neem nu de stad Mechelen, nog geen Syrië-vertrekker kent, dat is enkel en alleen maar te wijten aan het feit dat zulke mensen ook hun weg vinden in het web. Hè. Ze verhuizen richting Vilvoorde of Antwerpen of weet ik veel. Dus eigenlijk die lokale afdekking lijkt mij ook zeker vast niet onneus. En dan komen we op een heel belangrijk punt. De opvolging van zij die naar Syrië vertrokken zijn, we hebben nu al weet van 128 terugkeerders, die worden gemonitord, die worden opgevolgd, maar dat is ook de taak van de lokale overheid. Hebt u het gevoel dat u als burgemeester voldoende ondersteuning krijgt, voldoende middelen krijgt? Ondersteuning absoluut. Middelen, dat denk ik ook. En er zijn er nog komende. Ik heb een 1-op-1 met onze korpschef. Dat spreekt voor zich, ook in een politiezone. En die persoon die wordt ook wel nauw betrokken bij de informatiedoorstroming. Dat is vroeger ook wel anders geweest. Nu, ik vraag het omdat u, wat die lokale ondersteuning betreft, wel een beetje op uw honger blijft zitten. Hè? Ik hoor u in eerdere gesprekken zeggen, antiterreurmaatregelen allemaal goed en wel, maar één belangrijke is nog niet genomen, of toch niet voldoende genomen, die ondersteuning van lokale besturen. Dus u verwacht nog meer? Wel, ik denk dat er effectief veel gebeurd is op het reglementaire vlak. Er is verbetering gekomen in de wetgevingen, er is verbetering gekomen ook in de informatiedoorstroming. Allemaal belangrijk, maar het meest cruciale, namelijk om op het lokale niveau mensen die radicaliseren in de gaten te houden, te begeleiden desnoods of te sanctioneren als moet, of zeker de mensen die terugkeren, die moet je intensief begeleiden. En daar heb ik al van de daken geschreven, bij manier van spreken, dat lokale besturen daarin moeten ondersteuning krijgen, extra politiemensen krijgen, extra sociaal werkers krijgen om dit goed te monitoren. Ja. En het blijft wachten, dus tot op vandaag. Ik heb begrepen in het Vlaams parlement dat er vorige week een debat geweest is. Ja, dat debat is blijkbaar vertrokken vanuit de vaststelling dat er nog weinig gebeurd is in het kader van die ondersteuning van lokale besturen. Er is al veel beloofd, er zijn blijkbaar middelen al vrij, maar we zijn een jaar verder, er is geen enkele euro uitgekeerd. Zeker in zaken veiligheidsbeleid. Ik heb het samen met een voltallige coalitie trouwens, die een veelkleurige coalitie is, waar ook een aantal meerderheidspartijen in zitten. Ja. Geprobeerd te becijferen wat een stad als Vilvoorde nodig heeft om dat te doen. Mm-hmm. We hebben dat op tafel gelegd en we hebben gezegd van oké, we gaan zien wat we kunnen doen, maar een jaar later zijn we er nog niet. Ik wil daar ook weer geen politiek over voeren, maar als men veiligheid au sérieux neemt, dan moet men ook snelheid maken en moet men ook durven keuzes maken. En dat betekent steden die geconfronteerd worden zeg maar, met haarden van radicalisme, zoals Mazeik, zoals Antwerpen, zoals Vilvoorde, zoals een aantal gemeenten in de hoofdstad. Ja, die hebben ondersteuning nodig om die veiligheidszorg te kunnen garanderen. Anders lopen te veel risico's. En dus dat moet echt veel sneller en veel ambitieuzer zijn. Ja, en dan zitten we natuurlijk in een land dat qua staatsstructuur ook niet zo eenvoudig in elkaar zit. We hadden het al over Brussel, waar de Vlaamse gemeenschap dan bevoegd is voor gemeenschapsmaterie en welzijn daar dan en onderwijs onder de Vlaamse regering vallen. Dat maakt het toch allemaal niet makkelijker. Hè? We hadden al die 6 politiezones hier opgezond. Je zit daar met verschillende beleidsniveaus die naast elkaar zitten te werken.
daar moet toch op een of andere manier een oplossing voor gevonden worden om dat sneller, zoals u zegt, te realiseren. Wat denkt u, Koenertje? Ja, ik geef u daar gelijk in. Hè. Ik denk niet dat het ogenblik is om politiek te worden, hoewel ik uw mening of uw vraag volledig onderschrijf. De Vlaamse overheid keert nu ook al een half miljoen euro uit deze maand. Er is een projectoproep geweest. Ja. Er is om 1,2 miljoen euro gevraagd. Ja, vragen. Maar kijk, ik denk dat men heel veel vraagt en dat we nu moeten gaan schiften en gaan nakijken van kijk, wat zijn nu de projecten die er echt toe doen. Want nogmaals, ik heb het er net ook al gezegd, geld alleen gaat dit probleem niet oplossen. Het is niet de schuld van de regering, het is ook niet de schuld van de maatschappij. Ik denk dat het nu aan elke actor binnen die maatschappij is, maar ook aan bijvoorbeeld de moslimgemeenschap in dit geval, om mee het voortouw te nemen, om mee die preventie te prediken enzovoorts. En daar ligt voor mij het grote gewin op de korte termijn. Wij moeten werken aan structurele, weldoordachte maatregelen, aan quick wins ook, maar moeten ook eens nadenken van hoe kunnen wij nu trachten om dit schip te keren, om aan deze situatie het hoofd te bieden met elke speler die ertoe doet. Nu, om eens terug te keren naar Brussel. Ik las, Frankrijk heeft weliswaar een strenge wapenwet. Maar goed, Brussel wordt ook omschreven als het centrum van de illegale wapenhandel. Hoe pakken we dat aan, Van Ponte? Wel, ik wil inderdaad twee dingen onder de aandacht brengen. Eerst en vooral waar u naar verwijst, de noodzaak aan coördinatie. Is gigantisch groot. Laat ons wel wezen, de verantwoordelijken van deze ellende en zelfs van dit debat, ze behoren tot de meest lafhartige mensen, als je ze nog mensen kunt noemen, op deze wereldbom. Ja. Dat zijn niet de politici of politiemensen en van dus, hier. Nee, dat zijn dus niet de politiemensen van hier en zeker niet de politici van hier, maar die noodzaak aan coördinatie in het beleid is altijd gewonnen als je het vanuit een veiligheidsbril bekijkt. Dus wapenhandel en illegale wapenhandel, als je dat in één politiezone aanpakt of in één gewest aanpakt, maar het gebeurt in Brussel enzovoort, je moet dit coördineren. Hetzelfde zeker naar dit moeilijke probleem van radicalisme, het oprukkende radicaliseringsgedachtegoed. Dat moet op een gecoördineerde manier gebeuren, aangezien lokale, en ik geef u 100% gelijk, lokale inzet belangrijk is. Met de lokale actoren, zoals bij ons de moskee, zoals scholen, zoals welzijnswerkers, zoals preventiewerkers, maar ook politiedienst. Dus dat moet lokaal zeer sterk gebeuren. Maar daar reken je ook voor op de steun van Vlaanderen. Daar reken je ook op de steun van de federale overheid die het wetgevend kader maakt. Dus die coördinatie, ik heb ooit eens gepleit om daar een regeringscommissaris van te maken. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat we een dergelijk coördinatiepunt nodig hebben. Want ik volg de debatten op het federale niveau, waarbij men ook vanuit trouwens preventiecontracten vanuit de federale overheid probeert een aantal zaken te doen. En men verwijst naar Vlaanderen, maar Vlaanderen volgt niet. Met als gevolg dat wij het puur met eigen middelen moeten doen. En ik zal het nog maar eens zeggen, we hebben middelen tekort om het te doen op een manier waarvan ik mij gerust voel. En dus we hebben meer ondersteuning nodig. Mag voor u de begroting in het rood gaan om dit probleem adequaat aan te pakken? Wel, ik denk dat het ook voor een groot stuk ook kan met juiste keuzes te maken, met het herkanaliseren, met het heroriënteren van bestaande middelen. Ja, dus maar waar zou u bijvoorbeeld besparen om de aanpak van radicalisering bij te krijgen? Vandaag verplicht men mij om te besparen op een aantal zaken. Ik heb een ganse heroriëntatie gedaan van mijn preventiewerk richting radicalisme noodgedwongen. Ik heb mensen vrijgesteld, politiediensten vrijgesteld om toezicht te organiseren, zeer veel toezicht te organiseren op mensen die radicaliseren en zeker op de mensen die terugkeren. Ik heb specifieke acties ondernomen naar welzijnswerkers om de kinderen, de jongeren die dreigen in de greep te geraken, om daar preventie. Maar dat betekent dat een aantal taken geschrapt zijn in mijn stad. Wat heeft u geschrapt? Bijvoorbeeld rond politiewerk, bijvoorbeeld administratie. Dus de gerechtsdeurwaarders in mijn stad die klagen steen en been dat de politiedienst van Vilveren maar mondjesmaat meer meevolgt als het gaat over uitdrijvingen, over andere zaken die moeten gebeuren. Ik geef eerlijk toe dat een aantal zaken op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid beter zouden kunnen bediend worden met politie. Maar nu ligt de prioriteiten. En dus je moet de prioriteiten leggen en de absolute prioriteit is de veiligheid, de integriteit van de samenleving. Dus, maar dat betekent dat men die keuzes ook moet maken. Een tweede zaak, en dat is
iets wat ik al bij herhaling ook aan de federale minister van Binnenlandse Zaken gezegd heb. Ja, onze mooie richtlijnen vanuit de politie, wij pakken die, wij nemen die ter harte. Ik zit inderdaad veel samen met mijn korpschef, wij maken een lokaal integrale veiligheidscel. Wij doen de aanklampende, zichtbare opvolging zoals in rondzendbrieven gevraagd wordt. Maar ik weet er verdomd veel die het niet doen. Mm-hmm. Die het dus niet doen. Dus ook dat is een stuk van ja, hopelijk de mentaliteitswijzing die in het beleid voor een stuk moet komen. Daar waar men het niet doet, ja, daar moet men optreden. En tot mijn spijt keek ik weer ook naar de hoofdstad, omdat ik daar pertinent weet dat daar een aantal gaten zijn. Dus ja, ook daar moet men optreden. Ja. Maar anderzijds heeft het ook te maken met ja, effectief met middelen rond welzijnswerk, rond problematische opvoedingssituaties die op wachtlijsten terechtkomen, jongeren die van school vliegen, niet opgevolgd worden. Dus, ik zou dezelfde vraag aan Koen Metsu van de N-VA willen stellen. Mag de begroting in het rood gaan om adequater te kunnen optreden? Oh, ik weet niet of dat nodig is, überhaupt. Want ik denk dat we hier een beetje hetzelfde aan het zeggen zijn. Ik hoor meneer Bonte zeggen, ik heb op lokaal vlak te weinig middelen. Ik hoor u zeggen, van ik heb er genoeg. Ik hoor meneer Bonte zeggen dat hij zijn middelen wel doordacht en verstandig herverdeeld heeft. En dat er altijd ruimte is voor meer. En dat is in Edegem zo, dat is in Vilvoorde zo, dat is in Popering zo, dat is overal zo. Je zit er noodzakelijk bij ons. Ja, je zal nooit voldoende middelen hebben. Moet die begroting in het rood gaan? Ik denk het niet. De afgelopen jaren is er nog nooit zo sterk ingezet op het veiligheidsbeleid. Hè. Zowel Vlaanderen met hun 55-puntenplan als federaal met de 12... En wanneer gaan we weten dat het werkt als er geen aanslagen gebeuren? Of als het aantal Syrische strijders afneemt? Hoe gaan we dat weten? Kijk, ik denk dat de moeilijkste vraag is die er is. Wat zijn die parameters? Kunnen we gaan benchmarken? Vanaf wanneer zijn we goed bezig? Want u heeft in juni minister Jan Bon een vraag gesteld. Heeft u cijfers? En ik lees dat er inderdaad een afname is met 30%. Ja. Ik hoor het Hans Bonte ook zeggen. Is dat dan al een parameter om te besluiten van oké, we zijn op goede weg? Kijk, ik zou het bijzonder verkeerd vinden om nu op onze borst te kloppen en te zeggen van voilà, 30% minder vertrekkers richting Syrië. Ik zou dat wel durven doen als we zo eens een maand geen enkele vertrekker hebben richting Syrië. Maar zover zitten wij vandaag de dag helaas nog bij lange niet. Hè. Dus het probleem is er. We mogen niet blijven berusten. Maar ik kan wel één ding zeggen, en meneer Bonten is er ook een bondgenoot in de federale regering, omdat hij daar ook mee geconfronteerd wordt en ook heel actief deelneemt aan het debat, dat er heel hard gewerkt wordt. Ja. Zowel binnen het kabinet, binnen de federale overheidsdiensten, bij de Nationale Veiligheidsraad, het OCCAT als... Een net binnengekomen bericht, terwijl we dit gesprek aan het opnemen zijn. We hadden het over Brussel. Ik krijg net het bericht dat drie daders die in Parijs actief waren uit Molenbeek afkomstig zijn. Vindt u dit nu helaas een illustratie van wat u net zei? Brussel, daar moet iets gebeuren? Ja, absoluut. Ja. Ik ben daar absoluut niet goed van. Omdat we precies al bij herhaling aangedrongen hebben om ook in het Brussels hoofdstedelijk gewest nauwgezetter de opvolging te doen. Het is bijzonder pijnlijk en het schudt ons ook een beetje wakker. We hadden eigenlijk al gericht dat er een Belgische nummerplaat was gesignaleerd en nu blijken drie daders uit Molenbeek afkomstig maar te zijn. Het is afschuwelijk en dus we mogen ons... Klinkt onnozel, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat de bommen niet in Brussel ontploft zijn. Ja. Dat maakte de ellende voor de mensheid er niet minder om, maar in elk geval hoop ik dat men nu effectief wakker geschud wordt en dat men nu effectief werk gaat maken van wat men overal in de wereld als absurd beschouwt, namelijk die verkaveling van het veiligheidsbeleid in onze hoofdstad, die onze Europese hoofdstad is, die onze Belgische hoofdstad is, die onze Vlaamse hoofdstad is. Dus ik hoop dat men daar nu eens werk van maakt. En dus dat vergt niet veel tijd, dat vergt gewoon het inzicht dat onze Brusselaars veiligheid, dat ze daar recht op hebben. Ja, ik heb in het begin van het gesprek ook aan u gevraagd. Hè. Is de context van Parijs vergelijkbaar met de context hier in Brussel? Ja, hoe reageert u op dit pas binnengelopen bericht dat drie daders uit Molenbeek afkomstig zijn? Ja, dat helaas de gevoelsmatige betrokkenheid nog verhoogd.
Dat frustreert mij ook enorm. Maar wie dat die daders ook mogen zijn, dat zijn, ja, dat zijn geen mensen. Maar bent u het eens met wat Hans Bonte zegt? Die verkaveling van het veiligheidsbeleid, daar moeten we eindelijk eens mee stoppen? Kijk, hè, ik denk, we hebben het er juist over Brussel gehad, zit daar een probleem? Allee, we zouden gek zijn mochten we dat niet erkennen of onderschrijven. Dus daar moeten wij nu de pijlen op gaan richten. Daar moet ook actief op gewerkt zijn, maar zonder de andere regio's uit het oog te verliezen. Mm-hmm. Want nogmaals, hè, IS is niet zomaar een terreurcel. Dat zijn best pintere mensen, helaas. Heel vaak ook hoog opgeleide mensen. Vanaf het ogenblik dat zij weten van, kijk, ze gaan nu Brussel in de oog houden, maar dan verplaatsen ze zich weer. Ja. Oké. Okay. Hans Bonte van de SPA en Koen Metsu van N-VA, bedankt om naar onze studio te komen. U kijker, bedankt om naar ons te kijken. Ik wil nog meegeven dat we gistermiddag, vrijdagmiddag, een debat hebben opgenomen met een aantal Vlaamse parlementsleden naar aanleiding van het debat in het Vlaams parlement over het preventieluik. Aansluitend op dit debat gaan we dit toch nog uitzenden, hoewel de opname gebeurd is voor de vreselijke gebeurtenissen in Parijs. Bedankt om bij ons te zijn.